Elektrische gitaren in general of zo, weet je wel, was een toen ik, want ik zeg maar, ik heb heel lang zo van moest ik van mijn ouders klassiek gitaar spelen en dat vond ik echt mega saai en dan, maar dan luister je thuis naar naar meer van die grungy dingen of zo en dat was wel altijd en vooral het moment dat je dan, dat ik zelf op een gegeven moment een elektrische gitaar had en dat ik zo klonk als die bands waar ik naar luisterde of zo, dat ik dacht van, ah, shit, kan ik gewoon ook zelf. Ja, ik denk wel dat ik voor het eerst dat luchtalarm, wat zo op maandag, de eerste dag van de maand, dat ik dat wel, ja, ik vond het eerder eng dan tof of zo, maar wel, ik kan me wel herinneren dat ik dat wel impressive vond, zo'n overweldigend geluid. Ja, die sound van de nieuwe plaat, weet je, we hebben alles best wel erg lo-fi opgenomen. Dus veel dingen op tape opgenomen, vocals met tape delays en allemaal dat soort dingen. En dan uiteindelijk dat dan weer door zo van een hele high-end masteraar zo van laten bij elkaar gebracht ofzo. Dus die zorgt er dan weer voor dat het vanuit dat hele lo-fi weer goed gaat klinken over dit soort speakers ofzo. Je bent eigenlijk de hele tijd op zoek naar imperfectie, zeg maar. Weet je, en dat gaat helemaal in tegen de ontwikkeling van de laatste 20 jaar, waarin mensen juist digitaal gingen opnemen en alles steeds mooier en keurig, netjes, heel sparkelend hoog. En, maar ja, dat is eigenlijk een soort van anti-reactie daarop, dat je juist gaat zoeken naar, ja, vervorming. Het begint natuurlijk allemaal in het, gewoon in het schrijven van zo'n nummer of zo, weet je. En veel van die nummers hebben gewoon heel erg een soort van pop onderkant, weet je wel. Of qua ingrediënten is het allemaal super poppy. En dat vind ik wel heel tof eraan. En dat, weet je wel, dat is wat ik zelf graag maak ook. Maar dan wil je dat wel op een andere manier inkleuren of zo. Van dat kan je dan niet soort van, voor mijn eigen smaak kan ik het dan niet soort van ook heel erg pop gaan produceren of zo. Dus dan zoek je naar de productie die dan daar weer een soort van edge aan moet gaan geven. Om het soort van aan de juiste kant van die lijn te krijgen of zo. Daarom hebben we dingen bijvoorbeeld op cassettebandjes opgenomen, omdat het een speciale klank gaf. Later had ik op een gegeven moment een 60er jaren buizen, oude, hele gare tapemachine die allemaal, ja, je hoort gewoon dat die af en toe wegvalt en hij loopt niet heel strak, dus als je bijvoorbeeld een noot, zo een zuivere toon zou opnemen, dan hoor je het echt zo bibberen, zeg maar. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk gezien worden als technical flaws. Maar ja, dat, juist in dit soort muziek geeft het een bepaalde sfeer mee. Ja, producer is super belangrijk. Weet je wel, zeker, ik denk in de constructie van hoe wij nu werken, weet je wel, zit heel erg één op één. En dan is het gewoon heel belangrijk om iemand te hebben wiens mening je kan vertrouwen of zo. Het is ergens een deel technisch, dus van hij heeft een bepaalde sound ook in zijn hoofd en ik weet inmiddels wat zijn smaak is. En ik kan dat dan vertalen door een bepaalde apparaat aan elkaar te linken en op een bepaalde manier op te nemen. Dat is één deel. Een andere deel is hem begeleiden in het opnemen. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu alle vocalen aan het doen en dan probeer ik hem heel erg te pushen om eigenlijk het ook weer een beetje eruit te krijgen wat ik soort van in mijn hoofd heb, hoe het moet klinken, zeg maar. Zo van vocal coaching, van oké, hier moet je meer energie geven, het moet zo van veel twangier en veel nastier en dat soort dingen. Dus wat we in dit geval heel veel gebruiken is een tape delay uit de jaren 1963, een Echo LED. Heet dat ding en dat is, ja, het is gewoon best wel lo-fi apparaat en dat nemen we al gelijk op. Dus je kan ook niet meer terug als het te veel overstuurd is en dat je denkt van dit is eigenlijk too much, dan moeten we daarmee dealen, zeg maar.
Maar het wel, ja, het is ook wel weer tof. Het zijn een beetje ook die toevalstreffers die ja, vaak goed uitpakken en soms iets minder en dan moet je daarmee werken. Maar het is leuker dan nog alle opties openhouden en een soort ongeïnspireerde opname te hebben en daar dan iets van te moeten maken. Het is weer andersom. Het is soort heel vlogen en dan gaan we dan wel weer kijken hoe we dat iets netter maken.